Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van 22 augustus zien we veel wolken boven ons land en ook boven Engeland en Ierland. Er ligt een tweede storing boven het oosten van Europa, boven Polen en Tsjechië en Slowakije. Maar in België en Frankrijk, daar is het vrij zonnig en droog en dat weer komt geleidelijk aan onze kant op. Maar door de wolken en regen van vandaag hadden we lage temperaturen, zo'n 18, 19 graden op de Wadden vandaag, tot zo'n 20, 22 in het zuiden van het land. Vanavond zien we eerst nog veel wolken in het noorden van het land, met mogelijk nog een spatje regen of motregen, maar in het zuiden klaart het flink op. En die opklaringen die breiden vannacht uit over de rest van het land. Het blijft meest droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden en de wind zwakt geleidelijk aan af. En morgen ziet het er heel anders uit. Het is vrij zonnig en het blijft ook droog. Alleen in de ochtenduren zijn in het noorden wat meer wolken aanwezig. De temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden en daarbij staat niet al te veel wind vanuit een zuidelijke richting. Op woensdag en donderdag wordt het nog warmer. Het wordt zelfs tropisch warm met 30 tot 33 graden. Het is vrij zonnig en droog. Alleen in het noorden is het wat minder warm met 27 tot 29 graden. Op vrijdag draait de wind naar het westen en wordt de warmte in het westen van het land geleidelijk aan verdreven. Het wordt daar 25 tot 27 graden, maar in het oosten kan het nog tropisch worden. En mogelijk zit er voor het oosten en zuidoosten van het land een hittegolf aan te komen. Want als u kijkt naar de lange termijnverwachting wat de temperatuur betreft, hebben we een aantal dagen met 25 graden of meer. En vooral op de woensdag en de donderdag en de vrijdag kan het dus nog tropisch worden. Maar van het weekend gaat het kwik omlaag naar 25 graden. Ik ben Diana Boei van Weerplaatsen.nl.